jij zegt tegen mij van, dat je in een zaak binnenkwam en waarvan die hond zo stond. Ja, er kwam een wat oudere mevrouw binnen met een grote hond en die stond nogal. Ja. En toen keek ik eens goed en toen dacht ik van, nou mevrouw, ik geloof niet dat die hond stinkt. Die hond is gewoon dood, die is wel aan het ontbinden. En u sleept gewoon een dode hond met u mee over de straat. Ik zeg, dat vindt niemand prettig en de eigenaar van deze zaak ook niet, maar die durft het niet te zeggen. Nou, zegt die mevrouw, ik werd een beetje kwaad. Die zegt, heeft u nou iets leuks als ze zeggen? Want ik vind dat, stel dat helemaal niet op prijs. Ik zeg, maar toch is het zo. Ik zeg, want hij heeft een lucht bij zich van een paar dode kamelen. Dus ja, wat moet je? En die, maar die eigenaar die was blij van die winkel? Die eigenaresse was niet blij, nee. Nee, maar van die winkel? Die was blij, ja. Die durfde het namelijk niet te zeggen. Want iedere keer als die vrouw geweest was, moest hij luchten. Ja, precies. Want die hond die stonk echt heel erg. Ja. Maar hij was gewoon aan het ontbinden, maar dat zag die vrouw niet. Die liep gewoon met een dode hond achter de, te slepen. Met zijn pootjes slepen die over de grond. Ja, dat zag ze maar niet. Ja. Ja, het is niet leuk om te horen, maar ik vond toch blij. Ik vond wel dat ik het even moest zeggen. Ja, vond ik ook. Ja, precies. Ja,